Ik ben best wel opgelucht. Het is een heel zorgvuldig, maar ook wel langdurig traject geweest van bijna 4 jaar. En de beslissingen zijn echt op het laatste moment genomen. Dus afgelopen dinsdag de 13e het college ingestemd met de verzelfstandiging. En nou, ook wel een beetje trots. En vooral op onze eigen mensen, want die hebben gewoon elke dag de afgelopen periode zeg maar, hun werk gewoon goed gedaan. En daarnaast hebben ze keihard gewerkt om die BV te kunnen laten starten per januari. Wat doet BUHA nou eigenlijk precies? Ja, we zijn eigenlijk het openbaar ruimtebedrijf van de gemeente Doetinchem. Dus als je het heel snel zegt, we halen het afval op, wij zorgen voor het onderhoud aan de wegen, het groen, we handhaven. Dus als je verkeerd parkeert, krijgen we van ons ook nog een parkeerbon, de riolering, straatverlichting, nou, dat soort dingen. Dat doen we voor Doetinchem en we werken voorzichtig samen met wat gemeentes in de buurt. En nu waren jullie altijd onderdeel van de gemeente, nu een aparte BV. Waarom is daarvoor gekozen? Binnen de contouren van de gemeente zijn we ook steeds aan het ontwikkelen geweest. En op een gegeven moment kom je er met elkaar achter dat je dan toch tegen een aantal belemmeringen aanloopt. Wat we nu zeg maar doen voor de toekomst is dat we onze eigen processen bovenaan zetten en proberen de ondersteuning daar maximaal gewoon gericht bij te organiseren. Zodat chauffeurs gewoon aan het rijden kunnen zijn, dat rioolexperts het riool kunnen inspecteren en dat we niet met al te veel administratieve dingen zeg maar bezig zijn. Het doel is dus eigenlijk om efficiënter te werken? Ja. Ja, dat is uiteindelijk het resultaat. Het gaat efficiënter, wat professioneler. Die trotsheid die ze nu ook hebben zeg maar, over hun werk en de dingen die ze doen, ja, dat bouwen we naar de toekomst gewoon nog verder uit. Uitbouwen, daarover gesproken. Jullie hebben ook ambities wat dat betreft. Kijk, als je mij zou vragen van droom nou eens 3 jaar verder, bij wijze van spreken. Ja, dan zou het over 3 jaar best wel eens zo kunnen zijn dat we niet meer alleen voor Doetinchem werken, maar dat we ook nog een aantal leuke gemeenten in de buurt van onze diensten voorzien. Hoe mooi zou dat zijn om elkaar wat op te zoeken op dat punt?